Hallo, ik ben Jelle van de Messy Chef en vandaag neem ik jullie mee in de wondere wereld van de witloof. Kom, we zijn weg. Is iedereen nog mee? Dat prachtige witloof, dat komt er niet zomaar. In mei worden de chicorijzaden geplant en tegen september zijn daar grote groene bladeren uitgegroeid. Maar het leven van het Brusselse witloof begint bij deze zaadjes. My precious. De bladeren worden weggesneden en dan worden de wortels gezellig dicht bij elkaar gestoken. In het donker en onder een gezellig aardedekentje. Allee, tot binnenkort hè. Een paar weken later wordt het witloof uit de volle grond gehaald en de wortel wordt met de hand gebroken. Omdat niemand graag aarde eet, wordt de witloof mooi proper gemaakt en verpakt. En dan is het bijna tijd om te lunchen. Vandaag maak ik een toast met witloof en geitenkaas. Ik neem een klontje boter en dan... even genieten. Voeg een beetje olijfolie toe aan de fijn gesneden witloof, een beetje peper, zout, meer heeft dat echt niet nodig. Ik snijd een dikke snee uit het boerenbrood, maar eerst even proeven. Keigoed. Ik begin met de knoflook. Voilà ze. Ik bak het brood mooi krokant in een klontje boter en voeg daar de rozemarijn en de look toe. Het ruikt hier naar vakantie. Als het brood mooi goud gekleurd is, neem ik de geitenkaas. Dat gaat de max zijn. Om wat frisheid toe te voegen, rits ik wat dragon van het takje en dan leg ik de geitenkaas op het brood. Even alles mooi laten smelten onder mijn plank en dan is de toast klaar. We beleggen de toast met ons heerlijk gekarameliseerd witloof, een handvol pompoenpitjes, de dragon en we werken af met een likje honing. Zalig. En de chef, hij keek en hij zag dat het goed was. En smossen mag, hè. Smakelijk. En tot de volgende keer.